ik probeer niet een helder verhaal te schetsen. Ik probeer juist te kijken hoe verhoudt zijn leven zich tot de geschiedenis. En in welk opzicht wijkt hij af van het bestaande beeld dat we hebben van de boek. Hoe representatief was het nu dat de boek 4 van zijn 5 kinderen verloor? Hoe vaak kwam dat voor in die tijd? En hoe ging hij daarmee om? En hoe gingen zijn tijdgenoten daarmee om? Dat zijn kritische vragen die ik probeer te stellen. Had het ook anders kunnen lopen? En waarom ging het nou precies zoals het ging? Het Felix Art Museum heeft voor het eerst het privéarchief van de boek ter beschikking gesteld voor mijn onderzoek. Dat heb ik in bruikleen gekregen hier in Groningen. En dat archief bood een schat aan informatie. Ik heb allerlei brieven gevonden en documentatie over de boek waar nog nooit iets mee gedaan was. Dus dan hoop ik dat ik in mijn biografie ook een aantal nieuwe perspectieven op zijn leven kan bieden. De boek is in 1995 gestorven, toen hij bijna 100 jaar oud was. Dus aan de hand van zijn leven kon ik veel zeggen over de 20e eeuwse cultuurgeschiedenis van België. Hij had aan zichzelf genoeg en hij had een vrij anarchistische instelling op een gegeven moment. Dus hij wilde niet graag zich neerleggen bij wat Belgische autoriteiten hem probeerden op te leggen. En dat gold zowel voor zijn boerenbestaan als voor zijn bestaan als kunstenaar. Hij werkte niet graag mee met tentoonstellingen. Hij verkocht ook niet veel schilderijen via galeries. Dus er zit een soort conservatisme in zijn levensopvatting dat je op meerdere niveaus terug kunt vinden. Ja, hij liet bij zijn dood 6000 brieven na. Die brieven heb ik allemaal doorgenomen. Daarin spreekt toch wel een geliefd kunstenaar die heel veel mensen kende. Hij was bevriend met de koninklijke familie op een gegeven moment. Dus dat wil wel zeggen dat hij een echte netwerkspeler was. Hij probeerde echt mensen bij elkaar te brengen. Vooral op zijn boerderij dan. Hè. Op de boerderij daar werden mensen uitgenodigd om met elkaar te spreken over politiek, over kunst. En dat al sinds de jaren 20. Dus dat heeft echt een goed stempel gedrukt op de Belgische cultuurgeschiedenis. En ik probeerde in mijn biografie dan ook verantwoording voor af te leggen. Hoe is hij zo'n belangrijk figuur kunnen worden als eenvoudige boerenzoon? En wat is daar nu nog van terug te vinden in de huidige cultuur in België. En ik vind het bijzonder dat hij daar dus herinneringen aan had aan de jaren 20, terwijl de meeste van zijn tijdgenoten al lang overleden waren. En daardoor kun je ook volgens mij veel zeggen over de stempel die hij heeft gedrukt op zijn eigen nalatenschap. Omdat hij zo oud is geworden, was er eigenlijk niemand meer die hem tegen kon spreken op een gegeven moment. Dus hij kon heel goed beweren van zo was het gegaan en niemand sprak hem tegen. En dat probeer ik als biograaf wel te doen. Ik probeer te kijken van, zijn er ook bronnen, contemporaine bronnen, die iets anders laten zien dan hij zich later herinnerde. Ook in zijn kunst probeerde hij wel, vooral in de jaren 20, in de abstracte periode, probeerde hij een soort nieuwe maatschappij te schetsen. In de Eerste Wereldoorlog had je natuurlijk het activisme. Dat was een beweging, vooral de jongeren, die graag de Vlaamse zelfstandigheid wilden opeisen. En schilderijen waren dan een manier om te laten zien dat de Vlaamse kunst of de Vlaamse cultuur op zichzelf kon bestaan. Dus er werden tentoonstellingen georganiseerd, vaak met steun, financiële steun van de Duitse bezetter. Om de Vlaamse cultuur te promoten. En dat ideaal dat heeft hij eigenlijk nooit losgelaten. Ook na de oorlog ging hij door met het maken van abstracte schilderijen die dan geen directe relatie met de werkelijkheid onderhielden, maar juist moesten bieden op de werkelijkheid achter de waarneembare wereld. Dus een soort idealistische schilderijen, zo interpreteer ik dat dan. Ook vaak landschappen, abstracte landschappen, waarin geen verwijzing zit naar een concreet landschap, maar juist een soort ideeel landschap. Een landschap zoals het misschien in zijn hoofd is geweest, omdat natuurlijk Vlaanderen door de Eerste Wereldoorlog flink beschadigd was geraakt. Ik zou zeker zeggen dat hij een pionier van de abstracte kunst bijvoorbeeld was. Maar hij heeft zich nooit echt hard gemaakt. Hij heeft zich nooit een manifest ondertekend. Hij heeft nooit echt een vriendengroep gesticht die een bepaalde overeenkomstige titel kregen. Dus in dat opzicht is hij een beetje een gekke avant-gardist. In 1922 werd zijn broer doodziek aangetroffen. Die had in de gevangenis gezeten vanwege het activisme. En daar had hij de tuberculose opgelopen.
En dat werd niet goed verzorgd in de gevangenis. Dus toen hij eruit kwam in 1919, is hij er eigenlijk nooit geheel van hersteld. In 1922 is hij gestorven. En dat gaf een soort knauw voor de boek, waardoor hij dacht, dit is onrechtvaardig, hier moet ik tegen strijden. En dan kwam er nog bij dat zijn vrouw ook zijn nicht was. Hij was getrouwd met zijn nicht. Alle kinderen die ze kregen, die hadden het risico om gehandicapt ter wereld te komen. En dat is ook de reden dat ze niet ouder dan 2 jaar zijn geworden. 4 van zijn 5 kinderen zijn voor hun 2e al gestorven. Dus de dood was voortdurend nabij in zijn leven. Merci Marieke. Pendant 9 mois de cauchemar tragique, vous avez porté notre enfant en parfaite beauté et grandeur sublime. Hij thematiseerde de dood van zijn kinderen ook regelmatig in zijn schilderijen. En sowieso het moederschap en de barensnood. Dat waren thema's die hij vaak schilderde. En op die schilderijen zie je dan een moederfiguur die haar kinderen het leven aanbiedt als het ware. Dus een heel symbolische interpretatie kun je daar wel van geven. En dat komt natuurlijk ook weer terug in zo'n briefje. De laatste jaar, wij waren alle twee bereid hetzelfde leven te herleven. Gedurende mijn wandelingen door het Rogenbos leerde ik eigenlijk meer begrip te krijgen voor de taalkwestie en voor de problemen waarmee het Rogenbos als dorp aan de rand van Brussel te maken heeft gekregen gedurende de 20e eeuw. En ook het rijke Roomse leven, dat nog volgens mij best belangrijk is voor veel mensen en voor de boek zeker. Probeerde ik als Nederlander meer begrip voor te krijgen.